Ja, een van de verrassende dingen van een quantum computer is dat hele suffe, simpele sommen zoals 2 plus 3 is 5, daar heeft hij enorme moeite mee. Heel onnauwkeurig en traag. En de reden is dat een quantum computer heeft grote moeite met sommen waar je uit het antwoord de vraag niet kunt reconstrueren. Het woord dat we gebruiken is dat die irreversibel, niet omkeerbaar zijn. Dus als ik jou zeg 5, dan weet je niet of dat 2 plus 3 is of 4 plus 1. En dus dat is voor een quantumcomputer heel onnatuurlijk. Die kan alleen maar dingen doen waar je heen en weer kunt gaan. En dus in feite moeten we dus heel erg slim zijn om een probleem te vinden waar een quantumcomputer wel iets overweg kan. En dat zal dus ook echt altijd, daar zal dus menselijk vernuft bij te pas komen. Bijvoorbeeld een reden is dat, als wij geven hier in Leiden een college, hoe programmeer je een quantumcomputer? Dat is niet zomaar even een nieuwe programmeertaal leren, dat zou niet zo vreselijk interessant zijn. Maar dat is echt op een hele nieuwe manier leren te denken. Nou is het niet zo dat je voor elk willekeurig probleem weer iets nieuws slims moet bedenken. Er zijn wel klassen van problemen. Je kunt problemen wel in soorten oplossen. Ik zeg maar wat, oplossen van vergelijkingen, dat zou een klasse van probleem zijn. Iets opzoeken in een hele grote database, dat zou weer een ander soort probleem zijn. Een bekend probleem is het ontbinden in factoren van grote getallen. Dus je kunt soms wel klassen van problemen verzinnen. En dan zeg je, nou, daar heb ik dan een algoritme voor. En dat kan ik dan ook gebruiken voor problemen die erop lijken. Maar toch, je zult, als er weer iets nieuws komt, weer slim moeten zijn. En zeggen van, hoe kan ik de quantumcomputer hiervoor inzetten? Dus het is niet op een bepaalde manier een soort universele computer. Het is niet zomaar een snellere machine die de gebruikelijke sommen sneller oplost. En dat is, ik vind dat zelf het aantrekkelijke, het spannende ervan, dat het niet alleen maar weer een nieuwe, niemand staat toch te wachten op weer een nieuwe generatie iPhone of een nieuwe generatie. En dat het altijd beter en sneller wordt, dat weten we zo langs maar wel. Dit is echt iets wat daar loodrecht op staat. En soms kun je door slim te zijn echt een enorme slag maken.